Goedenavond, het nieuws van zondag 1 december. De Oekraïne stemt voor onafhankelijkheid. Overleg Lubbers en Major over de top in Maastricht. Een Amerikaanse gijzelaar komt vrij in ruil voor Arabische gevangenen. Het is vrijwel zeker dat de Oekraïnse kiezers vandaag voor onafhankelijkheid hebben gekozen. En dat kan de doodsteek betekenen voor de pogingen van president Gorbatsjov om de Sovjet-Unie in stand te houden. Gorbatsjov heeft al gezegd dat onafhankelijkheid nog geen afscheiding betekent. Maar de Oekraïners lijken daar anders over te denken. Nog voordat vanavond de stemmen worden geteld in de Oekraïne, staat al vast dat de Oekraïners massaal hebben gestemd voor de onafhankelijkheid van Moskou. Halverwege de dag had al meer dan 50% van de 37 miljoen stemgerechtigden gestemd. Zelfs in de omstreden gebieden met veel Russische inwoners, zoals op de Krim, was de opkomst groot. De uitslag van het referendum over de onafhankelijkheid staat al vast. Ik denk dat het beter wordt. По крайней мере, все так надеются. Что свободу даст. Вот и что когда будет свобода, тогда и будет все, по-моему. Это единственная неизбежная форма улучшить наше состояние. Это будут выражены многовековые чаяния народа. И я думаю, что весь народ Украины сейчас проголосует независимость, за независимость. Maar wie de eerste president wordt van de nieuwe Vrije Republiek is nog niet duidelijk. De ex-ideoloog van de Communistische Partij, Leonid Kravchuk, lijkt de hoogste ogen te gooien. Hij bracht al vroeg zijn stem uit. De bevolking lijkt vooral op hem te stemmen, omdat men voor zekerheid kiest. De aandacht van de Oekraïnse bevolking richt in de eerste plaats op het referendum. Men hoopt dat een zelfstandige Oekraïne vooral de grote economische problemen kan oplossen. Men kijkt ook uit naar een snelle erkenning door het Westen. Hetgeen in de ogen van de Oekraïners de afscheiding van Moskou zal vergemakkelijken. En bij de presidentsverkiezingen in Kazachstan stevend de oud-communist Nursultan Nazarbayev af op een duidelijke overwinning. Dat is zojuist bekendgemaakt door de voorzitter van de verkiezingscommissie. Nazarbayev, de enige kandidaat bij de verkiezingen, is er een uitgesproken voorstander van om Kazachstan binnen het Unieverdrag met Moskou te houden. Druk overleg vandaag voorafgaand aan de Europese top in Maastricht. Premier Major op het Catshuis en de ministers van Financiën in Scheveningen hebben vooruitgang geboekt. Langzaamaan, adviseert minister Van den Broek de Engelse premier Major, die op weg is naar het Catshuis. Langzaam gaat het ook in de richting van de top, in Maastricht. Daar moeten de Europese landen het eens zien te worden over één politieke unie. En over één economische en monetaire unie. Vooral Engeland neemt een afhoudende positie in. Dat wil uiteindelijk niet meedoen aan die ene Europese munt. In het Kurhaus in Scheveningen werden de ministers van Financiën van de EG het vergaand eens over een uitzonderingspositie voor de Britten. Nou, het interessante is dat landen die enige tijd geleden eigenlijk zo'n uitzonderingspositie voor de Britten niet wilden, nu zeggen er zijn zoveel bezwaren tegen een algemene uitzonderingsclausule dat we dan maar liever dat doen. En verder neemt Denemarken nog een wat bijzondere positie in, omdat de Denen zeggen als zoiets voor de Britten gaat gelden, dan willen wij niet helemaal uitsluiten dat ook wij daarvoor in aanmerking willen komen. Dat is nog weer een kleine complicatie. De voortgang die de Europese landen boeken, die is niet indrukwekkend. De Engelse minister van Financiën gebruikt het beeld van een slak. Maar desondanks, vooruitgang is er. En mede daarom is minister Kok van Financiën licht optimistisch. Want die vooruitgang op het gebied van die ene economische en monetaire unie zou best als gevolg kunnen hebben dat het met de Europese politieke unie straks in Maastricht wat beter gaat dan nu wordt verwacht. Minister Kok probeert dinsdag op zijn laatst een zo compleet mogelijk akkoord te bereiken met zijn Europese collega's. Volgens Syrië wordt Joseph Sosipio, een van de 5 westerse gijzelaars in het Midden-Oosten, morgen vrijgelaten. En de laatste 2 Amerikaanse gijzelaars aanstaande zondag. De vrijlating van de Amerikanen wordt gezien als ruil voor de Israëlische vrijlating, eerder vandaag, van 25 Arabische gevangenen. Een pro-Iraanse Hezbollah-leider heeft gezegd dat de gijzelaarskwestie voor kerstmis opgelost zal zijn. Kleur ervoor werd in een brief aangekondigd dat CCPO binnen 48 uur zal worden vrijgelaten. De 61-jarige CCPO werd ruim 5 jaar geleden op weg naar zijn werk in Beirut ontvoerd. Hij wordt samen met nog 2 Amerikanen en 2 Duitsers door pro-Iraanse groeperingen vastgehouden. Door bemiddeling van de Verenigde Naties zijn sinds september ongeveer 100 gevangenen en gijzelaars vrijgekomen.
Bondskanselier Helmut Kohl wil in 1994 president van Duitsland worden. Dat zegt de Duitse krant Bild am Sonntag, dat goede contacten heeft met de partij van Kohl, het CDU-CSU. Al maandenlang worden er steeds nieuwe kandidaten genoemd voor het bondspresidentschap. Kanselier Kohl was daar tot nu toe niet bij. Wel is de naam van minister Genscher veelvuldig gevallen, maar die heeft heel duidelijk gezegd dat hij minister van Buitenlandse Zaken wil blijven. Het zou een enorme verrassing zijn wanneer kanselier Kohl inderdaad de opvolger wordt van bondspresident von Weizsäcker. Beide zijn weliswaar CDU-politici, maar von Weizsäcker blinkt uit omdat hij soeverein boven de partijen staat. Kanselier Kohl is een pure partijpoliticus. Toch is dit geheime plan van de CDU niet onlogisch. Kanselier Kohl kan de kroon op zijn werk zetten als bondspresident. En Wolfgang Schäuble, toch al de gedoodverfde opvolger van Kohl, krijgt als kersverse fractievoorzitter van de CDU ruim de tijd om zich voor te bereiden op het kanselierschap. Een veldslag vannacht in Stockholm tussen extreemrechtse jongeren en de politie. Enige honderden neonazi's en skinheads betoogden in de Zweedse hoofdstad tegen de dood van een skinhead. Die was zaterdagmorgen bij een rel in Malmö door twee agenten doodgeschoten. De politie probeerde de groep te verwijderen, maar die weigerde. Onder het roepen van Sieg Heil en leuzen tegen buitenlanders wilden de skinheads optrekken naar het centrum van Stockholm. Bij de gevechten die daarna uitbraken gooiden de neonazi's rookbommen en stenen naar de politie. Die voerden daarop charges te paard uit. Er vielen verschillende gewonden. Ruim 100 neonazi's zijn gearresteerd. Toen ze in bussen werden afgevoerd, brachten ze demonstratief de Hitlergroet. Israël houdt vast aan het uitstel van het vredesoverleg. Het Israëlische kabinet wil niet eerder dan 9 december in Washington met de andere Arabische landen over vrede praten. We will participate in the talks according to the timetable set forth by the Israeli cabinet. PLO-leider Arafat overlegt op dit moment met de Jordaanse koning Hussein. Morgen vertrekt de gezamenlijke Palestijns-Jordaanse delegatie naar Washington. Ruim 4000 woonwagenbewoners hebben de huurcontracten met hun gemeenten opgezegd. Het is een protest tegen de plannen van staatssecretaris Heerma om hun huren de komende jaren meer dan te verdubbelen. Heerma vindt dat de huur voor een standplaats ongeveer gelijk moet worden aan die van een normaal huis. Het opzeggen van de huurcontracten stelt de Nederlandse gemeente voor grote problemen. De ziekte AIDS moet op de agenda geplaatst worden van de Eurotop in Maastricht. Als EG-voorzitter kan de Nederlandse regering daar andere landen vragen stelling te nemen tegen de discriminatie van seropositieve en AIDS-patiënten. Dat is de inhoud van een resolutie die werd aangenomen op een symposium in Arnhem op Wereld AIDS-dag. Op de vierde Wereld AIDS-dag werd ook opnieuw de aandacht gevraagd voor vrouwen met AIDS. De actiegroep ACT UP wees op de gevaren die ontstaan omdat artsen vaak niet bijtijds de ziekte bij vrouwen herkennen. Onderzoek richtte zich in het verleden vooral op blanke, homoseksuele mannen. AIDS lijkt zich in ons land te stabiliseren, maar er is geen reden tot optimisme, volgens de Nationale Commissie AIDS-bestrijding. In Nederland is het zo dat de mensen die per jaar ziek worden, dus echt verschijnselen gaan vertonen, niet belangrijk meer toeneemt. Maar helaas is het zo dat in Nederland het aantal nieuwe infecties de laatste tijd weer een stijging vertoont. En dat is heel erg jammer. Dat betekent onveilig gedrag. Ook in andere landen werd aandacht besteed aan de Wereld AIDS-dag. In Parijs was er een demonstratieve tocht en in Moskou werden in het centrum van de stad condooms uitgedeeld aan voorbijgangers. In Arnhem werd Wereld AIDS-dag afgesloten met een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van deze ziekte. Weer tot slot, het rustige najaarsweer houdt voorlopig aan. Vannacht en morgen komt er in vrijwel het hele land weer mist en laaghangende bewolking voor. Neerslag wordt niet verwacht. Vannacht daalt het kwik tot rond het vriespunt. Morgen wordt het niet warmer dan 1 graad of 4. Er is weinig wind, kracht 3 of minder. Vooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag. In de nacht en ochtend op veel plaatsen mist met minimumtemperaturen rond het vriespunt. 'S Middags af en toe zon en ongeveer 3 graden. Tot zover het 8 uur journaal. Om even over 10 vanavond het volgende bulletin. Prettige avond. Het is toch ten hemel schrijend dat die woonwagenbewoners de woonwagens op elkaar moeten gaan zetten om financieel kiet te kunnen blijven spelen. Ja, wacht als het om die grondprijzen gaat, moeten ze omhoog.